De zomer die ten einde loopt, de winter die in aantocht is. Het is het moment om bij watertjes extra goed op te letten. Met veel geluk loopt u zomaar tegen een ijsvogel aan. De ijsvogel. In sommige jaren een zeldzaamheid, in andere jaren een vogel die zich zelfs in tuinen laat zien, als daar tenminste water te vinden is. Zomers zit de ijsvogel vaak in natuurgebieden en zul je de vogel midden in de stad niet snel zien. In de winter gaat de ijsvogel op zoek naar voedsel en komt dan ook vaak bij lokale vijvers uit. In deze vijvers zit doorgaans veel vis en vis staat bij de ijsvogel bovenaan op de menukaart. Door zijn prachtige kleuren en vooral de bijna lichtgevende blauwe rug heeft de vogel als bijnaam de blauwe flits gekregen. Wanneer de vogel over het water vliegt, is het ook echt als een blauwe flits die voorbij komt. Net als roofvogels produceren ijsvogels braakballen. Zo werpen ze de visgraatjes eruit. Als je favoriete voedsel vooral vis is, heb je in strenge winters wel een probleem. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, heeft de ijsvogel het erg zwaar als er ijs ligt. Zodra de wateren dichtgevroren zijn en er geen vis gevangen kan worden, zullen veel ijsvogels de winter niet overleven. In strenge winters, waaronder de afgelopen winter toen er 2 weken bijna geen voedsel te vinden was, wordt het aantal ijsvogels vaak gehalveerd. Gelukkig weet de ijsvogel jaarlijks veel jongen groot te brengen, waardoor de populatie zich snel weer herstelt. En dat is maar goed ook. Want bijna iedere natuurliefhebber is het erover eens dat de ijsvogel één van Nederlands mooiste vogels is.